eigenlijk, daar willen we eigenlijk allemaal naartoe, toch? Ja. Oké, wat gaan we vandaag doen? We gaan langzaamaan een beetje naar dat examen toe werken. Dat komt steeds dichterbij. Wat gaan we doen? We gaan weer formeren. He, zoals dat we nu staan, gaan we straks een ronde rijden achter Guus staan. Guus is nummer 1. Die rijdt gewoon met jullie mee. We gaan die formatieronde gaan we maken. Als die formatieronde goed gaat, dan gaan we weer starten. He, dan gaan we eigenlijk een soortement van wedstrijd maken. Maar we gaan nog even niet inhalen met z'n allen door elkaar heen. We gaan wat we geoefend hebben. Voor de vakantie hebben we geoefend dat die rij, als de lichten uitgaan met de start, gaat die rij gaat invoegen in die andere rij. Dus wat ga je dan doen? Je gaat je snelheid kijken. Je gaat niet helemaal om zitten kijken, want je ziet je niet meer wat er voor je gebeurt. Maar je gaat gewoon een beetje kijken, luisteren van waar zit die andere kart. En dan ga je hem er proberen gewoon netjes tussen te zetten. We gaan niet leggen beuken, want beuken en botsen doen we in de botsauto's. We gaan gewoon lekker op ons gemakje kijken van kan ik ertussen. Nou, en als je ertussen zit, dan wil ik als goed is, als alles goed gaat, als we door die bocht heen komen, zitten we allemaal weer in een trein achter Guus. Dan zitten we allemaal weer in één rij achter Guus. Want dan is die andere rij is er ingevoegd. Nou, dat gaan we gewoon een paar keer proberen. Dus dat gaan we één keer doen. Dan krijgen jullie weer een bordje formeren van mij. Dat weten jullie allemaal, hè? Dat bordje hebben we allemaal geleerd. Formeren. Nou, wat houdt dat in? Dan ga je uit die rij achter Guus vandaan. Ga je weer netjes twee rijen maken. Nou, en als je dat dan goed geoefend hebt, dan zou je weer met twee rijen moeten rijden. Met even aantallen naast elkaar, dus niet in de ene rij 20 mensen en in de andere rij maar 5. Dus je gaat gewoon kijken wie rijdt er naast Guus en de volgende naast elkaar. Krijg je dat bordje formeren van mij te zien, hè? Dan gaan we dat doen. Ja? Nou, dan gaan weer die lichten uit. En wat gaan we dan doen? Invoegen weer, hè? Dus dan gaat die rij, gaat weer hier zo proberen in te voegen tot één rij. Nou, en als dat nou twee keer goed gegaan is, dan stoppen we even. Dan gaan we dat even uitleggen. Gaan we even bepraten wat we gedaan hebben. En dan gaan we het nog een keer doen. En dan maken we er een echte race van. Hè? Dan hoef je niet met twee rijen achter elkaar te rijden, maar dan mag je elkaar in gaan halen. Hè? Dan maak je een echte race ervan. En dan mag je ook proberen Guus in te halen. Ja, staat hij weer aan?